allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is maandag vandaag en de eerste werkdag zit er gelukkig alweer op. We hebben vandaag een beetje regen gehad, was een beetje slecht weer. Ja, ik was vergeten. Ik had gisteravond laat nog de computer aanstaan en toen wou ik even gaan uploaden. En toen heb ik per ongeluk de vlog erop gezet van Hoogvliet, die jullie gisteren gezien hebben. Eerst had ik de vlog erop moeten zetten van Goeree Overflakke, een zaterdag met Joost. Dus dat was ik even helemaal vergeten. Echt stom. Ik had denk ik, ik was nog wel moe denk ik of zo. Want normaal heb ik nooit zulke dingen. Nou, ik heb gevraagd aan mijn buurvrouw of dat ze even langs wil komen voor mijn haar te doen, of dat ze dat nog deed. Doet ze gelukkig, komt morgen waarschijnlijk, komt ze mijn haar doen. Ja, normaal doet Ramon altijd mijn haar, maar die is met vakantie en die komt woensdag pas weer terug. En als die dan woensdag terug is, dan weet ik niet hoe laat en zo. En dan heb je een vliegreis, best wel lange vliegreis achter de rug. En dan zal hij best wel moe zijn. En als hij dan de volgende dag weer gelijk hierheen moet komen om haar te doen, dat is ook weer een heel gedoe. Dus ik heb het aan mijn buurvrouw gevraagd. En als het goed is, komt ze morgen langs voor mijn haar te knippen. Ik hoop dat het doorgaat. Nog 2 dagen. Dinsdag nog en woensdag. En dan is het vakantie. Ja jongens, jullie horen het goed. Ik ben er lekker even een weekje tussenuit. Ik ga er een week even lekker tussenuit. Ik ga lekker op vakantie. Waar ga ik naartoe? Ik ga naar Hof van Saxe. Ga ik in Drenthe. Dus dat is wel ontzettend leuk. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. En ik ga het in ieder geval 1 dag ga ik naar Wildlands. Dat had ik al een keer in een vlog verteld al. Daar ga ik naartoe. En daar ga ik dus ook filmen. Dus er zal ook een speciale vlog van komen van Wildlands. En ja, even lekker 7 dagen even rust, uitrusten. Ben ik echt wel aan toe. Ik ben echt wel toe aan de vakantie. Ik heb wel weer zin om lekker weg te gaan. Heerlijk. Eindelijk weer eens. Nou, ik was gisteren een beetje kortademig. Ik had een beetje last van kortademigheid. Kom ook een beetje door het weer, maar ik rook ook ontzettend veel. Of nou ja, ontzettend veel. Ik rook in ieder geval en dat is ook natuurlijk niet best. Ik weet het, roken is slecht. Maar ja, af en toe. Het is zo moeilijk stoppen, hè. Het is zo moeilijk stoppen. En dan hadden we gisteren nog de wedstrijd. De wedstrijd PSV Feyenoord. Ja, domper. Ik kan niks anders zeggen dat het gewoon een domper was. Pas de tweede helft werden ze pas wakker. Maar toen was het kwaad eigenlijk al geschiet. De eerste helft kreeg je al snel doelpunt tegen. Een rode kaart en een slechte, waardeloze scheidsrechter. Echt waar. Ik heb er geen goed woord voor over. Sorry dat ik het zeg, maar ik ik vind de scheidsrechter vind ik echt een ontzettende paardenlul, vind ik het. Een ontzettende paardenlul. Dat was echt verschrikkelijk, zeg. Jeetje, wat een vuile thuisfluiter is die Björn Kuipers, zeg. Verschrikkelijk, wat een engert. Ik kan er niks anders over zeggen. Nou, ik ga nog even dadelijk vanavond even livestreamen. Ik hoop dat Joost en Rob er ook zijn. En dan ga ik lekker livestreamen vanavond. We gaan wel kijken wat het wordt. En ik heb er wel zin in. Ik ga Joost dadelijk na het eten even een berichtje sturen. En dan hoop ik dat de livestream doorgaat. Nou, ik ga het nog eventjes hier de computer even nog wat dingetjes op doen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels 9 uur. Ik heb aan Joost gevraagd om even te gaan streamen vanavond. Dus misschien hoop ik dat hij snel reageert. En dan gaan we snel de stream starten. GTA 5. Ik heb er wel weer zin in. Anders ga ik dadelijk zelf nog even kijken. Of dat ik zelf nog eventjes een livestream kan aanmaken. En dan gaan we vanavond lekker spelen natuurlijk. Nou, voor de rest heb ik nog niet echt veel meer te melden. Net eventjes moeder even langs geweest. Even lekker gegeten. Colaatje gedronken. IJsje gegeten.
En nog 2 dagen voor mij en dan is het vakantie. 2 werkdagen nog, dinsdag en woensdag. Dus ik heb er wel, dus ik heb, het zijn echt de laatste loodjes. En de laatste loodjes, jullie weten het, wegen het zwaarst. Dus ja, oh, er komt dribbel alweer. Daar heb je dribbel hoor, daar haai je hem hoor, toevallig. Daar haai je hem toevallig. Hey Drippie! Nou, ik ga het nog even neerleggen. Ik ga het eventjes de stream aanzetten. En dan ga ik nog even lekker een paar uurtjes GTA spelen. En dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo! Zo, en ik heb zojuist de livestream uitgezet. Was niet zo druk. Alleen Rob was er. Daar heb ik nog even mee gespeeld. En ja, na een uurtje spelen was ik het eigenlijk alweer zat. En was niet veel bekende. Dus ik heb na een uur heb ik hem lekker uitgezet. Ik ga nu nog even lekker even een beetje op de computer even een beetje YouTube filmpjes kijken. En dan sluit ik dadelijk weer af. Ja, de eerste werkdag weer na het weekend. Poeh, ik ben altijd blij als die maandag weer voorbij is. Want dan hebben we dat maar weer gehad alvast. Dan zit je weer een beetje in het werkritme. En als ik eenmaal in het werkritme zit, in die flow zit, dan gaat het wat makkelijker, hè? Nou, nog 2 dagjes en dan is het gelukkig voor mij vakantie. Ik ruim een week ben ik vrij. Een week en 2 dagen. En dan gaan we lekker genieten. Ik ben er wel aan toe. En het enige wat ik altijd jammer vind is dat ik dan dadelijk weer de poesjes moet missen. Maar dat komt ook wel weer goed. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Nou, ik ga nog eventjes lekker even op de computer zitten. Ik ga lekker Davinsto Games kijken. Want die heb weer een nieuwe deel van Planet Coaster. Daar ben ik altijd heel benieuwd. Ik maak altijd mooie pretparkvideo's van zijn Planet Coaster Park Forest Lake. Dus daar wil ik wel even naar kijken. Dat vind ik altijd wel heel erg grappig en leuk. Ook zeker een aanrader om daar eens te gaan kijken. Zo, ik kwam wat omhoog. Dus dat ga ik nog even doen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en we zijn inmiddels een uurtje ongeveer verder. En ik ga het afsluiten bij deze. Ik ga lekker naar mijn bedje. Ik ben best wel moe. En morgen ook nog een werkdag. Dus ik ga hem lekker afsluiten. Ik ben het zat. Dribbel zit te kijken van. Oh, dan gaat hij weer naar zijn bedje toe hè. Laat hij mij weer achter. Hey, mooie dribbel. Drippie. Hey, oude vriend. Ga ik ook bijna slapen? Heb je ogen zo dicht? Gek beestie. Ja, gek beestie. Mooi beestie, hè? Nee, is mooi beestie. Jij bent echt een mooi beestie, jij. Ja, bij mijn vrienden. Nou, ik ga dan bij deze ga ik hem afsluiten. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog. En het zal morgen wel zijn. Hier op It's All Tracks. En dan zou ik zeggen, skabidi, skabidoo, skabidaba, doei!